Welkom bij een nieuwe weekvlog waarin ik een samenvatting van mijn week laat zien. Laten we beginnen met maandag. De ochtend begonnen we zoals iedere ochtend lekker vroeg, want Milo moet natuurlijk ook zijn behoeftes doen. Even een French toast voor ontbijt en daarna gingen Rits en ik naar de macro. En omdat het hemelvaartdag was, hoefden wij niet te werken. Dus we gingen er eventjes op uit om uitgebreid boodschappen te doen. Normaal gesproken doen wij wekelijks 1 of 2 keer onze boodschappen. Maar eens in de zoveel tijd halen we grote hoeveelheden in 1 keer. Dat scheelt toch weer steeds los boodschappen halen. We waren ook nog eventjes langs de McDonald's geweest voor een kleine snack. En de rest van de middag heb ik voornamelijk lekker gechilled en een deel van een video bewerkt. Voor avondeten hadden we varkenshaas met satésaus en frietjes op het menu staan. En in de avond ging ik nog eventjes verder mijn video bewerken. En dat was alweer de maandag. Op dinsdag stond werk op de planning. Ik maakte me klaar voor de dag, knuffelde even met Milo en had ik een chocoladebroodje voor ontbijt. En op dagen dat ik naar werk ga, laat Ritsie Milo uit in de ochtend en soms wandelen ze een stukje met mij mee. Ik werk trouwens als marketing- en communicatiemanager voor een restaurant en hotel. En wanneer ik op locatie ben, zit ik altijd in het restaurant te werken. Voor lunch hadden we een Caesar salad, echt een favoriet van mij. En daarna werkte ik nog door tot ongeveer 1 uur of 5. Eenmaal thuis liet ik Milo nog even uit. Daarna hadden we Bami voor avondeten. En na het eten gingen we lekker chillen, want ik was helemaal gesloopt na een productieve dag. Op woensdag stond weer werk op de planning. Ik maakte me klaar voor de dag. Had een lekker ontbijtje voor mezelf klaargemaakt. En voordat ik het wist, was het alweer tijd om de deur uit te gaan. En de dag ging enorm snel voorbij omdat ik zoveel op de planning had staan. En eenmaal thuis werd het alweer tijd om avond te eten. We aten garo-garo, een Indonesisch gerecht. En dat was alweer mijn woensdag. Donderdag werkte ik vanuit huis. Vandaar dat ik besloot om voor een comfortabele look te gaan. Even een ontbijtje erin, Milo uitlaten, hem laten eten en toen werd het tijd om mijn laptop te openen en aan het werk te gaan. Ik had geen idee meer wat ik deze dag voor lunch had gegeten, maar wat ik wel heb vastgelegd was natuurlijk mijn dagelijkse koffietje. Na het afronden van mijn taken voor de dag hielden we een mini fotoshoot met Milo voor zijn verjaardag, want we hadden namelijk een speciale hondentaart voor hem laten maken en we wilden graag een aantal foto's met die taart hebben. Voor avondeten hadden we pasta pesto met vissticks gemaakt en na het eten maakte ik even schoon en de rest van de avond ging ik lekker chillen. En vrijdag was Milo jarig en ik was een soort van vrij. Ik moest wel een aantal dingetjes voor werk doen, maar dat kon gelukkig gewoon vanuit huis. En omdat Milo jarig was, mocht hij ontbijten met een stukje taart. En dat ging er goed in. Natuurlijk ging ik zelf ook eventjes ontbijten. Vervolgens ging ik samen met Milo wandelen en ging hij na het wandelen de bench in. En toen ben ik eventjes naar de winkel gegaan om wat boodschapjes te doen en een kleine snack voor Milo te halen. In plaats van koffie had ik vandaag trek in een ijs matcha latte. Dus dat ging ik voor mezelf klaarmaken. En vervolgens had ik mezelf verplaatst naar mijn bureau. En pakte ik mijn laptop erbij om wat dingetjes voor werk te doen. Voor lunch had ik 2 croissantjes met ei en zalm. En in de middag kwam er een pakketje binnen met een aantal items die ik had besteld. Later op de middag had ik me even omgekleed, want in de avond ging ik met mijn schoonfamilie uit eten. En dat was alweer mijn vrijdag. Zaterdag stond ik lekker vroeg op, zoals bijna iedere zaterdag, want ik begon de dag met een workout. En na het sporten ging ik me gelijk klaarmaken voor de dag, want er stond namelijk iets leuks op de
planning. We gingen samen voor Milo's verjaardag naar een hondencafé waar we gingen brunchen en Milo kon daar met andere hondjes spelen. En daarnaast kreeg hij van ons ook nog een hondeneisje. En dit kleine uitje had me echt gesloopt. Dus de rest van de dag heb ik niet zoveel gedaan. Alleen een deel van de video bewerkt. Het huis een beetje schoongemaakt, opgeruimd en de was gedaan. En in de avond hadden we Indonesisch eten besteld. En voor de rest hebben we lekker op de bank gechilled. En dat was alweer onze zaterdag. En toen was het alweer zondag. De zon scheen al lekker vroeg, dus ik had gelijk energie om naar de sportschool te gaan. En na een korte workout maakte ik me klaar voor de dag. Ging ik even knuffelen met Milo, de vaat uitruimen, ontbijten en wandelen. Er kwam ook nog een pakketje voor Milo binnen, namelijk nieuw voer, snacks en een speeltje. En zoals je kunt zien was hij enorm nieuwsgierig en hij wist donders goed dat dit voor hem was. Voor lunch hadden we allebei zin in een vette hap, dus we hadden een broodje kroket gemaakt met een beetje patat. En in de middag hadden we beide het huis weer even in orde gemaakt, schoongemaakt en wat opgeruimd. En in de avond waren we uit eten geweest met een collega en haar partner. En dat was alweer een recap van deze week op naar een nieuwe